Vandaag was voorafgaand aan de ministerraad de tweede bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Die, zoals u weet, bij dit kabinet is ingesteld. En vandaag is daar uitvoerig gesproken eigenlijk alleen maar over de oorlog in Oekraïne. En ook hoe wij daar volgend jaar tegenaan kijken en hoe Nederland zo goed mogelijk kan bijdragen aan een zo goed mogelijk verloop van die verschrikkelijke oorlog en een beëindiging daarvan. En daarbij is het voor ons helder dat vanwege onze belangen, maar ook vanwege de waarden die op het spel staan, dus zowel vanwege onze veiligheid als vanwege de gedeelde waarden, onze steun nu, maar ook in de toekomst noodzakelijk is. Je ziet op dit moment dat de meedogenloze Russische luchtaanvallen op Oekraïne dat die doorgaan. Op de steden, op de vitale infrastructuur, maar ook op de energievoorziening. En door die aanhoudende Russische agressie en ook het feit dat natuurlijk de winter in steeds heviger mate begint toe te slaan, is de druk nu hoog en de situatie buitengewoon zorgelijk. En blijven de onzekerheid en ook de angst voor mensen in Oekraïne onverminderd groot. Met militaire middelen blijven wij Oekraïne steunen in deze strijd. En we blijven ook op financieel en op humanitair vlak helpen. Zo zenden wij transformatoren en kabels naar Oekraïne die nodig zijn om de beschadigde energieinfrastructuur te kunnen herstellen. Alles om dat land te helpen in deze verschrikkelijke agressieoorlog vanuit Rusland en door deze winter te leiden. Omdat de oorlog in Oekraïne en daarmee ook de situatie op de energiemarkt nog enige tijd kan duren, hebben we vandaag in de ministerraad besloten tot het vullen van de gasopslagen voor de winter van 2023-2024, althans om daar de voorbereidingen voor te treffen. En dat betekent dat de gasopslag Bergermeer weer gedeeltelijk wordt gevuld en dat we inzetten op de import van meer LNG, dat is het vloeibare gas. In EU-verband, weet u, werken we aan een actieplan voor gezamenlijke inkoop, zeker ook voor die vulling van bergingen die ook vaak een gezamenlijk Europees doel hebben. We komen ook op het niveau van de huishoudens met de uitwerking van het prijsplafond op energie, dat per 1 januari van kracht wordt en dat die 2 keer 190 euro die we gekregen hebben, althans de meeste mensen, gaat vervangen. En daarmee wil het kabinet alle huishoudens en andere afnemers met een zogenoemde kleinverbruikersaansluiting tegemoetkomen in deze tijden van hoge energieprijzen. Ik ben blij dat het gelukt is om hier samen met de energieleveranciers goede afspraken over te maken. En grote complimenten aan iedereen die er hard aan heeft gewerkt. De huidige situatie op de energiemarkt maakt ook nog eens duidelijk dat we minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen. Natuurlijk vanwege milieudoelstellingen, maar ook om überhaupt onze afhankelijkheid van deze brandstoffen en daarmee ook de geopolitieke gevolgen daarvan, om die zoveel mogelijk het hoofd te bieden. En daarom is het belangrijk dat het kabinet vandaag heeft besloten om Borselen aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales die vanaf 2035 elektriciteit moeten gaan produceren. Door kernenergie toe te voegen aan onze totale energiemix kunnen we de uitstoot van CO2 bij de productie van elektriciteit verminderen en dragen we bij onze klimaatdoelen en maken we ons minder afhankelijk van landen waar deze fossiele brandstoffen vandaan komen. En uiteraard blijven naast nucleair blijven ook wind en zon van groot belang. Vanzelfsprekend is Rob Jetten, de verantwoordelijk minister voor Klimaat en Energie, in gesprek met de gemeente Borselen over hoe deze kerncentrales zo goed mogelijk in de omgeving ingepast kunnen worden. En wij verwachten dat we eind 2024 definitief knopen kunnen doorhakken over deze locatie. De oorlog in Oekraïne en het energievraagstuk staan ook op de agenda van de Europese Raad volgende week donderdag in Brussel. En deze Europese Raad wordt voorafgegaan door de EU-ASEAN-top op woensdag. De Raad zelf blijft daarmee beperkt tot 1 dag. Dus u ziet mij hier weer terug volgende week vrijdag bij Leven en Welzijn op deze persconferentie. En tot slot wil ik natuurlijk het Nederlands elftal vanavond ongelooflijk veel succes wensen in de wedstrijd tegen Argentinië. Ik heb alle vertrouwen in een prachtige, althans voor ons, prachtige uitslag. Eerste vraag, NOS. Premier Rutte, waarom hecht u er zo aan om op 19 december iets betekenisvol te doen als het gaat om het slavernijverleden?
Omdat er heel veel werk is verricht in de afgelopen jaren, onder andere door de dialooggroep die daarmee bezig is geweest, maar ook discussie in de Kamer maatschappelijk over het vraagstuk hoe gaan wij een plek geven in onze gezamenlijke geschiedenis aan dat verschrikkelijke slavernijverleden. Er komt een belangrijk jaar aan, 2023, een herdenkingsjaar. En wat ik ook gisteren zei, na afloop van de gesprekken, indrukwekkende gesprekken die we hebben gevoerd met veel mensen die betrokken zijn bij dit vraagstuk, is 19 december van belang als betekenisvol moment, maar is ook heel volgend jaar van belang. Zeker ook 1 juli uiteraard, de herdenking, maar ook de tijd daarna. Dus het is niet zo dat het 1 dag is die betekenisvol is, het is een periode die in ieder geval heel volgend jaar zal duren. En is die 19 december willekeurig gekozen of was het juist de bedoeling om dat voor 2023 nog te doen? De gedachte is dat het kabinet moet reageren, hè, op die uitkomst van de dialooggroep slavernijverleden. En het lijkt ons goed om dat te doen voordat het herdenkingsjaar aanvang neemt. En vandaar deze datum. Ja. Snapt u de bezwaren van mensen, betrokken organisaties die het slachtoffer zijn geweest van dat slavernijverleden, dat zij zich overvallen voelden? Ik heb dat te respecteren en ik snap het ook in een aantal gevallen. Er is natuurlijk heel veel overleg geweest met heel veel organisaties, maar er zijn natuurlijk wat ontzettend ergerlijk was, en daar hebben we ook gisteren gewoon sorry voor gezegd, kunnen we niet altijd iets aan doen natuurlijk. Dat is dat er toch ook weer onderdelen van wat het kabinet dan van plan is naar buiten zijn gekomen. Ook vaak niet compleet. En ja, uiteraard worden organisaties dan gevraagd erop te reageren, wat logisch is. Maar die reageren dan, kunnen zij niks aan doen. Dat is onze schuld. Maar op onvolledige informatie. Dus dat geeft ook irritatie. Dat hebben we gisteren goed uitgepraat. En vervolgens werd dat een, mag ik zeggen, toch een indrukwekkend gesprek. Over de vraag, hoe gaan wij 19 december en verder invulling geven aan dit gezamenlijke punt, aan dit gezamenlijke grote vraagstuk wat ons gezamenlijk raakt. Ja, want het lijkt er heel erg op dat deze organisaties gisteren proberen duidelijk te maken dat als je een zwarte bladzijde in de geschiedenis wilt afsluiten, dat je dat als nazaten van de daders en nazaten van de slachtoffers gezamenlijk doet en niet alleen als kabinet bepaalt van we gaan 19 december iets betekenisvol doen. Is het over de nazaten van de daders? Zo voel ik het niet. Het zijn wel de nazaten van de slachtoffers. Verder is het zo dat er natuurlijk sprake is van wat de dialooggroep voorstelt, is dat er excuses worden gemaakt voor het toenmalige bestuur door het huidige bestuur. Het is niet zo dat de nazaten van daders excuses maken. Het is zo dat het huidige bestuur dat is wel een heel belangrijk punt. Want u maakt er. Geven wij het naar u. Maar ik wil het punt daarom toch even adresseren. Want dat zou wel de discussie in een heel ander kader plaatsen, waarbij ik er zelf ook minder comfortabel mee zou zijn. Maar ik vind het heel begrijpelijk wat de dialooggroep heeft voorgesteld. Hoe we daarmee omgaan. En wanneer. En in welke vorm. Dat zal de komende weken en maanden verder zichtbaar worden. Ja. Maar dat is een heel wezenlijk punt. Dat slavernijverleden natuurlijk behoort tot de zwartste bladzijde uit onze gezamenlijke wereldgeschiedenis en zeker ook onze gezamenlijke transatlantische geschiedenis. Ja, want is u daar duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat zij daar uitdrukkelijk bij betrokken worden? Ja, maar dat is natuurlijk al langer zo. De hele dialooggroep bestaat uit en praat met allerlei groeperingen die hierbij betrokken zijn in onze samenleving, maar ook in de samenlevingen over zee. Ik heb er zelf gesprekken over gehad in september bij mijn bezoek aan Suriname. Wat een bezoek was ook over andere onderwerpen, ook de bilaterale handelsrelaties, maar ook over dit onderwerp. En er zijn ook gesprekken geweest op de Caribische eilanden, de Caribische delen van het Koninkrijk, de 6 Caribische eilanden waarmee Nederland verbonden is. Wat je gisteren merkt is dat er, ook omdat er natuurlijk dan delen informatie naar buiten komen, de vraag is, is daar goed over nagedacht, is dat zorgvuldig voorbereid? En er liepen al heel veel acties. Gisteren heeft geleid tot nog een heel pak extra acties. Om niet alleen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat 19 december een mooi moment wordt, maar ook daarna. En wat ik bijzonder vond was dat aan het einde van de bijeenkomst in inschakeringen de groep, kabinet en de aanwezigen zei, wat kunnen we nou doen om dat ook gezamenlijk vorm te geven aan die lopende acties, aan het pakket afspraken wat we gisteren nog verder hebben gemaakt. Wat niet alleen betrekking heeft op 19 december, maar natuurlijk wel ook daarop, maar ook daarna.
Ja, want een excuus moet wel betekenisvol zijn. Ja, dat is natuurlijk zonder twijfel. En hoe wij nou precies omgaan met dat advies van de dialooggroep, inclusief de daarin gesuggereerde excuses, nogmaals, hoe en wanneer, dat wordt dus nog zichtbaar. Ja, ik begrijp uit de reacties van mensen dat u daar ook heeft gezegd van ja, ik wil ook wel dit jaar iets doen, want volgend jaar zit dit kabinet er misschien niet eens meer. Nou, dat zag ik ook zo kort door de bocht niet. Ik heb alleen gezegd, er is al heel lang een maatschappelijke discussie gaande. En het belang om je te realiseren in de eerste plaats dat het niet één moment moet zijn, maar dat het een schakel van momenten zal moeten zijn. En zeker ook in dat naar mijn verwachting, belangrijke herdenkingsjaar wat er aankomt, 2023. En de rol die zo'n 19e december daarin kan spelen. Maar ook de vraag, hoe leidt dat tot een betekenisvolle maatschappelijke discussie, dat heb je allemaal te wegen. Ja, en zo'n excuus komt dan feitelijk 150 jaar te laat. Kijk, wat we precies gaan zeggen en welke woorden wil ik echt tot het moment bewaren dat we dat ook gaan doen. Maar als in uw vraag besloten ligt dat wat 160 jaar geleden is afgeschaft en feitelijk tot 150 jaar geleden nog heeft doorgeduurd, in allerlei vormen, namelijk het slavernijverleden, dat behoort tot de zwartste bladzijde van de totale dehumanisering van medemensen en hen tot handelswaar maken en alles wat daarmee samenhangt. Daar heeft u natuurlijk volkomen gelijk in. Dat zullen we allemaal, elk beschaafd mens zal dat hopelijk constateren, dat behoort tot het ergste wat we elkaar hebben aangedaan. RTL? Ik zag verder geen. Rutte, hoe kijkt u naar het kort geding dat 5 organisaties willen aanspannen tegen de staat? Nou ja, er is een heel rijk geschakeerd verenigingsleven en organisatieleven in Nederland, in de Cariben, in Suriname, sowieso. Maar zeker ook over dit belangrijke onderwerp. En wat ik vanuit het kabinet niet wil doen, is op ieder signaal apart reageren. Maar ik kan u verzekeren, wij proberen met zoveel mogelijk organisaties het gesprek goed te voeren. Alexandra van Huffelen en Hanke Bruinslot, de twee bewindslieden Binnenlandse Zaken, die waren al, ook zeker richting 19 december, al volle agenda's. Die zijn na gisteren nog veel voller geworden. Er komt nog een tweede bijeenkomst aan, voorgezeten door Sigrid Kaag, de eerste vicepremier, volgende week dinsdag. Vergelijkbaar met de bijeenkomst die gisteren in het Catshuis plaatsvond. Dus we praten met zoveel mogelijk organisaties, maar ik wil niet ingaan op ieder signaal apart en dat becommentariëren, want dat leidt ook weer tot tegenreacties mogelijk. En juist proberen om in een zo respectvolle wijze, mogelijke wijze, met elkaar dat gesprek te voeren. Zou het toch zo kunnen zijn dat betekenisvolle moment, 19 december, vooral bestaat uit de erkenning en de aankondiging dat excuses later volgend jaar volgen? Wat wij precies gaan doen op 19 december, dat is echt besloten nog in 19 december. Wat ik wel kan zeggen, wat ik net zei ook, en ook gisteren, is dat het sowieso daarmee niet stopt. Dat daarna dat hele herdenkingsjaar er is en ook daarna gaat dit door. Want de bewustwording als onderwijs en op alle andere mogelijke manieren van het gezamenlijke verleden en dat ook met elkaar een plek geven, dat eindigt niet met één bijeenkomst. En is nog steeds minister Weerwind die naar Suriname gaat? Ja. Ja, die is voorzien daarheen te gaan voor een werkbezoek en zal dan ook daar blijven om met de mensen te praten over hetgeen er op 19 december hier in Nederland dan gebeurt. Telegraaf en dan AD. Meneer Rutte, nog eventjes over u ergens comfortabel bij voelen, wat u net tegen een collega in antwoord zei. Voelt u zich comfortabel bij het inwilligen van wensen die behelzen dat een minister of wie dan ook namens Nederland ergens naartoe gaat die eigenlijk ongewenst wordt verklaard omdat hij een bepaalde huidskleur heeft? Ik zei u net, Frank Weerwind was voorzien en blijft nog steeds voorzien te gaan naar Suriname. Op de 19e zal hij daar dan ook zijn. En daar mogen ook allerlei mensen natuurlijk opvattingen over hebben. Kijk, Frank Weerwind zelf zegt, ja luister, ook de dialooggroep slavernijverleden heeft het over het feit dat het huidige bestuur, wij als bestuurders nu ons rekenschap hebben te geven over wat er 160 jaar geleden beëindigd werd, en eigenlijk was 150 jaar geleden en die hele geschiedenis daarvoor, dan geldt niet welke huidskleur je hebt. Maar dat andere mensen daar wel andere opvattingen over hebben, heb ik te respecteren. Maar speelt het voor het kabinet een rol welke huidskleur iemand heeft als het gaat om
het maken van een betekenisvol gebaar dan wel excuses deze maand of volgend jaar? Geen enkel. Wat vindt u ervan dat dat dan wel wordt gesuggereerd door de mensen die met u aan tafel zaten gisteren? Ja, maar niet iedereen. Kijk, ik heb te accepteren in een heel rijksgekeerd verenigingsleven en organisatieleven dat er natuurlijk ontzettend veel verschillende opvattingen zijn. Toen ik zelf in Suriname was, een samenleving die natuurlijk qua omvang ongeveer stad Rotterdam in aantallen. Maar als je gaat kijken naar hoe bijzonder, rijksgekeerd gebruik ik nog een keer dat woord. Ik zoek naar een synoniem. Of in ieder geval uit hoeveel groepen zo'n samenleving bestaat en ook hoeveel verenigingsleven daar weer achter zit, dat maakt zo'n samenleving ook sterk. Maar er zullen dus ook altijd verschillende opvattingen zijn. En dat zeg ik ook maar vandaag. Het zal nooit lukken, wat je ook doet op 19 december en daarna, om iedereen, je probeert je maximale in te spannen om te laten zien dat wat we doen op de 19 en daarna diep doorleefd wordt aan deze kant. Dat daar heel goed over is nagedacht, dat dat daarmee niet stopt, maar ook doorgaat daarna. Want je zult nooit iedereen helemaal 100% daarin mee kunnen krijgen, vrees ik. We proberen het wel. Heeft het kabinet zich verslikt in de manier waarop dit hele excuustraject nu is ingezet? Want als we zien dat u mensen in het katshuis moet ontvangen, als we horen dat er een kort geding wordt aangespannen, lijkt dat niet echt helemaal volgens plan te verlopen. Die katshuisbijeenkomsten waren voorzien. Wat niet was voorzien, was dat, hoewel dat in Den Haag nou eenmaal wel eens gebeurt, is dat op onderdelen zonder context informatie naar buiten komt, waar dan, en dat snap ik, in de Caribische delen van het Koninkrijk en ook in Suriname, op die onderscheiden snippers informatie gereageerd wordt zonder de context. En daarom was die bijeenkomst gisteren voorzien als onderdeel van een opmaat naar 19 december en daarna. Was sowieso gepland, maar extra relevant geworden omdat natuurlijk ook die ruis was ontstaan. Ja, tot slot toch nog even over het aanbieden van excuses. Waar op een of andere manier het kabinet maar niet van wil aangeven of ze dat nou wel of niet gaan doen nog deze maand. Het parlement heeft er ook wat vragen over, wordt ook een beetje een kluitje in het riet gestuurd. Waarom kunt u daar niet gewoon helderheid over geven als daar in het kabinet, zoals wij begrijpen, al een beslissing over is genomen voor de zomer? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat als zo'n besluit zou zijn genomen, het uitspreken van het ook uitspreken van wat er dan besloten is, in zichzelf betekenis heeft. En het bevestigen van een vraag naar eventuele besluitvorming zoals u die suggereert, is in mijn ogen een niet officieel genoeg en ook niet een betekenisvol genoeg moment om dat te doen, als je daar zou hebben besloten. Het tweede is omdat, als je kijkt ook naar de gesprekken die we hebben gevoerd en ook het rapport van de dialooggroep, en ook kijkt internationaal hoe precies het van belang is, hoe je formuleert wat het dan precies is waarvoor je rekenschap aflegt. En op welke manier en met welke woorden, dat leent zich niet voor een persconferentie op een persvraag. Dus als je al tot zoiets zou besluiten, dan is het zo wezenlijk dat je dat ook bewaart tot een betekenisvol moment. Ik zie u echt naar woorden zoeken en pauzes nemen. Vindt u het moeilijk om hierover te praten? Nee. Maar ik realiseer me dat heel veel mensen voor wie dit heel erg persoonlijk leeft. En inmiddels geldt dat ook voor ons als kabinetsleden, omdat we natuurlijk al zo lang ook mee bezig zijn. En ik denk voor heel veel mensen in onze samenleving, ongeacht of je niet wel of niet een nakomeling bent van tot slaafgemaakte. Maar voor zoveel mensen, zo'n teer onderwerp is, probeer ik mijn woorden hier zorgvuldiger te kiezen dan als u had gevraagd naar het prijsplafond. Hartelijk dank. Meneer Rutte, het is nog maar een maand of zeven geleden dat u zei dat u geen enkele emotie voelde bij het aanbieden van excuses voor slavernij. Waar staat u nu en hoe bent u daar gekomen? Zou het zo zijn dat wat de heer De Winter suggereerde, dat wij in het kabinet besluit hebben genomen over hoe om te gaan, ook met de uitkomst van de dialooggroep, dan mag u ervan uitgaan dat als in zijn vraagstelling besloten suggestie zou kloppen, dat onderdeel daarvan natuurlijk ook is het ingaan op dit type vragen. Ook dat leent zich niet nu voor een vrijdagse persconferentie een paar uur voor het voetballen begint. Dat vraagt ook echt het zorgvuldig kiezen van woorden. Dus dat wil ik hier niet doen. Maar ik snap uw vraag en ik zal hem ook
te zijner tijd beantwoorden, mocht het aan de orde komen. Oké. U hebt gisteren geprobeerd de organisaties mee te nemen die gelieerd zijn aan het slavernijverleden, in de stappen die u wilt gaan zetten. Vergeet u niet uw eigen VVD-fractie? Uiteraard is dat debat breed, maar het is in de eerste plaats is dat natuurlijk een discussie ook deels in de Kamer gevoerd wordt, ook in partijen. Maar het is ook een discussie die natuurlijk maatschappelijk gevoerd wordt. En wat ik daar precies zichtbaar of niet zichtbaar doe, daar kan ik niet altijd uw kont van doen. Ja, voorlopig vinden ze het in de VVD-fractie nog waanzinnig dat u voornemens bent enkele honderden miljoenen uit te trekken voor de bewustwording, bijvoorbeeld. Ja, wij zullen, als er besluiten genomen zijn en naar buiten komen, proberen die zo goed mogelijk te onderbouwen en met iedereen het gesprek erover aan te gaan. SBS. Vragen over Oranje. Ik ga ervan. Wel even kijken of we dan dit onderwerp afmaken. Dit onderwerp? Was er nog over dit onderwerp vragen? Nee? Dan ander onderwerp. Ervan uitgaande dat Nederland wint vanavond, wat kunt u zeggen over de afvaardiging volgende week bij een halve finale? Wat ik ook vorige week zei, dat wij dit toernooi gaan winnen en dus in de finale zullen komen. Dat hebben we besloten vorige week nog een keer. En wij zullen bij die finale aanwezig zijn en in principe niet bij de tussenliggende wedstrijden. Maar we maken toch nog een keer per wedstrijd een meer gedetailleerde afweging. En wanneer wordt die afweging gemaakt? Is die vandaag? Nee, niet vandaag. En wanneer die gemaakt is, wordt u daarover bericht. Maar wij berichten niet wanneer we de afweging gaan maken, maar pas wanneer die is afgerond. U weet ook niet of de koning staat te popelen? Over de koning weet u, geldt dat wij samen onder de kroon zitten en nooit praten over waar we over popelen. En u zelf? Ook daar praat ik niet over, want dat u hem stelt, die vraagt nu in de context van uw vorige vraag. Maar ja. Daar goed, laat maar. Premier Rutte, ik heb nog even een vraagje. Wetenschap, rechtspraak, journalistiek, artsen, juristen, die komen steeds meer onder druk te staan, doordat hun deskundigheid niet wordt erkend en ter discussie wordt gesteld. Herkent u dat en maakt u zich daar zorgen over? U refereert aan een maatschappelijk fenomeen van wantrouwen en deels ook. Ik probeer even zeker te checken dat ik uw vraag goed begrijp. U refereert volgens mij aan een maatschappelijk fenomeen van wantrouwen en ook misinformatie, waardoor over journalisten wordt gezegd die... En niet alleen journalisten, hoor, alles. Wetenschap, rechtspraak. Snap ik, maar voor journalisten een bepaald belang, voor wetenschap. Ik ben niet een socioloog, dus ik kan u niet precies het antwoord geven. Maar anekdotisch ben ik het wel met u eens. Is ook mijn gevoel in de samenleving dat bij kleine groepen, mijn gevoel is dit, het overgrote deel van de Nederlandse samenleving bestaat uit redelijke en verstandige mensen. Maar het is waar dat in onze samenleving ook kleinere groepen zijn die soms openstaan voor disinformatie of voor onterecht wantrouwen. Dat dus. Ja, ik wilde u dan wat voorleggen. Betty de Hart, hoogleraar migratierecht aan de UvA, gespecialiseerd in gezinshereniging, over de uitstel van gezinshereniging. De regeling is niet in overeenstemming met het recht. Is dit dan een mening wat u betreft of een feit? Kijk, wij denken daar anders over, maar dat is natuurlijk vaak met het recht zo, dat het niet zwart-wit is, anders had je geen rechters nodig, dan hadden we het door een computerprogramma kunnen laten doen. We hebben rechters om het recht, over het recht te spreken en uitspraken te doen. Oké, dus afgelopen maandag de rechter. Een land kan niet het internationale recht op gezinshereniging ook niet tijdelijk van tafel halen. Ja, uw rechtszaak van afgelopen maandag was natuurlijk in de context van, en daar ging ook die hele uitspraak over, van een speciale zaak, specifieke zaak, met specifieke individuele omstandigheden. Dus die hele uitspraak die daar gedaan is, is ook in die context te lezen. De commissie Meijer, een onafhankelijke groep wetenschappers en juristen, die adviseert over Europese migratie- en vluchtelingenrecht. Het kabinet overtreedt bewust de wet over de rug van de meest kwetsbare mensen. Dat is niet waar. En daar ben ik het niet mee eens, maar ik heb natuurlijk te respecteren dat er ook verschillen van opvatting zijn. Maar dat is toch echt wat anders dan uw initiële vraag. Want uw initiële vraag ging over een ander kleurbad. Nee, het ging eigenlijk over... Toch, nee, sorry, dat moet ik toch wel even rechtzetten. Althans, zoals ik het interpreteerde. Namelijk het kleurbad van het kabinet zegt de coronacijfers stijgen en een kleine groepering zegt die stijgen niet. Of journalisten doen onderzoek en doen dat zonder last of ruggespraak en omdat ze dat hun vak vinden. En mensen die zeggen, ja, dat doen ze met een bepaalde bedoeling. Dat is toch wat anders dan wat u nu doet. Nou, wat ik prima vind, dat is namelijk het voorleggen van juridische casuïstiek.
En dat is natuurlijk altijd zo, dat is onvermijdelijk, met juridische casuïstiek, dat je het erover oneens kunt zijn. Ja, de rechter is er wel vrij duidelijk geweest in de uitspraak. De rechter heeft namelijk ook gezegd dat in latere uitspraken dat hij zich niet kan voorstellen dat een rechter tot een andere conclusie gaat komen. En wat u doet is eigenlijk de rechtspraak ter discussie stellen, juridische adviezen, de ambtelijke adviezen die het kabinet zelf heeft gekregen, hoogleraren die er een hele duidelijke geluid laten horen. En u zegt eigenlijk, ja, het is een mening, er wordt anders over gedacht. Nou, de rechtbank heeft toegelicht dat deze uitspraak, dat heeft de rechtbank echt ook echt toegelicht, niet gezien kan worden als een uitspraak over de gehele nareismaatregel. Dat heeft de rechtbank expliciet gezegd. Maar dus het is belangrijk, denk ik. Omdat elke uitspraak, zeker in een geval van mensen die nareizen, het zijn unieke gevallen. Maar hij heeft ook gezegd dat in een volgende rechtszaak hij zich niet kan voorstellen, of de rechter zich niet kan voorstellen, dat er tot een andere vonnis gekomen wordt. En nogmaals, hij heeft ook gezegd wat ik net citeerde. Dus ook daar zie je de nuance. En we hebben hier te maken met buitengewoon complexe wetgeving, ook Europese afspraken. Nou, volgens mij is het niet zo complex, want als je een beetje leest wat, en nogmaals, hoogleraren, juristen, de rechter zelf, zijn vrij eenduidig. Ik heb zelf ook nog rondgebeld. Ik hoor niemand zeggen, nou, dat kan eigenlijk wel, hè, dat nareisverbod. Dat kan wel stand houden bij de rechter. Maar u houdt er gewoon een andere mening op na. Een beetje zoals de mensen tijdens corona. Zo van, ja, de wetenschap zegt iets, de rechtspraak zegt iets, maar... Ja, ik vind het toch niet prettig wat u doet, want u probeert nu een normale discussie die plaats kan vinden over juridische kwesties. En dan mag je me over mening verschillen. Nu nogmaals in hetzelfde kleurbad te leggen van mensen die zeggen het vaccin heeft het doel om mij. Hè, want dan zit je in die hoek dat het vaccin een ander doel heeft dan het vaccin heeft. Of de regering heeft een belang bij een lockdown anders dan het voorkomen dat het virus zich te snel verspreidt. Ja, dat zijn toch echt andere dingen. Een beetje zorgen over de rechtsstaat. Want we hebben het vaker gezien. Hè? We hebben het bij... bijvoorbeeld weekendscholen is nu een discussie waarbij ook adviezen, juridische adviezen, in de wind geslagen worden. We hebben het bij box 3 gezien, we hebben het gezien bij de PAS, bij de bouwvrijstelling. Er zijn adviezen vanuit de Raad van State en het kabinet slaat het in de wind en trekt de eigen koers en wordt later teruggeroepen door de rechter. Nou, neemt u bijvoorbeeld het voorbeeld van de weekendscholen. Het is heel goed dat ambtenaren van het ministerie, en die stukken komen tegenwoordig ook allemaal naar buiten, adviseren wat zij adviseren. Dat is hun taak. Het is volgens een taak aan de politiek om die adviezen te wegen. En op basis daarvan besluiten te nemen. Want daar heb je anders de politiek nog voor nodig. Maar is het wegen of in de wind staan? Maar het is niet zwart-wit. Wat zwart-wit is, is of ziekenhuizen dreigen te overstromen door een te hoog aantal coronapatiënten. Wat zwart-wit is, is of er... De zekerheid bestaat dat corona besmettelijk is. En als dan mensen zeggen dat is niet het geval, of die ziekenhuizen ligt helemaal niemand op de IC, wat soms beweerd werd, of het vaccin heeft een heel ander doel dan het vaccin heeft, dat is misinformatie. Waar je hierover praat is dat het normaal is in een politiek stelsel om met elkaar verschillen van mening te hebben en te interpreteren hoe je het recht ziet en ook hoe dat bestuursrechtelijk en strafrechtelijk en ook in wetgeving wordt toegepast. Dat is normaal. Een laatste vraag nog, want er is... Zowel de Kamer als het kabinet heeft ervoor gekozen om geen advies te vragen bij de Raad van State. Waarom nu deze maatregel niet eventjes on hold zetten en toch nog even advies vragen? Om alle redenen die daar in dat Kamerdebat zijn besproken. Thomas Vergoning. En volgens mij komen we dan naar de laatste vraag. Nog één. Ja. Nu zo. Meneer Rutte, is heel anders. 1 op de 3 Nederlanders, blijkt het onderzoek, is ongezonder gaan eten. Omdat de prijzen zijn gestegen van gezonde producten. U heeft er al vaker over in debatten dingen over gezegd dat het heel moeilijk is bijvoorbeeld om die BTW te verlagen op die gezonde producten. Er is nog een commissie mee bezig. Maar is dit niet alarmfase rood als 1 op de 3 Nederlanders zegt wij eten nu ongezonder? Dat is ernstig, maar ook hiervoor geldt dat de overheid niet alles kan oplossen. En misschien klink ik nu iets te liberaal in de ogen van sommigen, maar excuus daarvoor dan. Ik moet dat echt voorhouden. De overheid kan niet alles oplossen. We hebben ook met elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En wij proberen natuurlijk alles te doen. U heeft vandaag gezien dat bijvoorbeeld kindermarketing op ongezond voedsel, dat we dat wettelijk gaan inperken. Dus we proberen aan alle kanten dingen te doen. We zijn bezig om, zoals u weet, vanaf 2024 de BTW te verlagen op groente en fruit. Nou, daar zijn we allemaal mee bezig.
Maar je kunt niet alles oplossen. Maar zou dat dan niet naar voren gehaald moeten worden, die btw-verlaging? U weet waarom het niet gebeurt. Dat gebeurt om niet, het kan niet eerder, dat is helemaal uitgezocht, omdat u en ik meteen kunnen vaststellen of een appel is en een aardappel. Maar het is niet altijd een appel en een aardappel, het is ook verwerkt. En wat doen we met de appelmoes, wat doen we met andere spullen? En daarom kost dat gewoon tijd en kan dat pas bij 2024. Dus dat 1 op de 3 Nederlanders nu ongezonder eet, dat nemen we maar even voor lief dan totdat dit zover is? Nee, maar zoals zo vaak geldt dat als je bepaalde maatregelen wilt nemen, het uitvoeringstechnisch niet altijd mogelijk is om dat onmiddellijk te doen. Dat gaat niet altijd en dat kan soms langer duren en dan is het ook eerlijk om dat te benoemen. Als je dan zegt, nou ik negeer dat en ik voer het toch eerder in en dan gaan dan dingen fout, dan is er ook terecht kritiek. En we weten inmiddels hoe belangrijk onze professionele dienstverleners zijn, ook in hun advisering. En toen ik in de politiek begon, dan maakte hij als kabinet allemaal plannen. En pas aan het einde voeg je aan de professionele dienstverleners, aan sociale diensten of UWV of belastingdienst of wie dan ook. Wat vinden jullie ervan? Nou, die konden dan nog hijgend een paar dingetjes aanpassen. Gelukkig hebben we ook gelerend van de verschrikkelijke kinderopvangtoeslagaffaire, hebben we besloten om veel eerder met professionele dienstverleners aan tafel te zitten en ook wel een beetje dan te accepteren wat zij ons adviseren. Dan nog één ander ding wat net nog bleef liggen. Ik ga toch heel even terug naar het slavernij-excuses-verhaal. En dan pak ik even de data erbij, want het gaat om 19 december. De dag ervoor is het 18 december. Nou heeft u hier gezegd dat u de koning niet wil betrekken in het in dit excusesverhaal, omdat dat toch wellicht een politieke discussie is. Maar ja, de dag ervoor is de WK-finale en daarvan heeft u gezegd, nou ja, als Nederland dat haalt, dan gaan we kijken of daar een delegatie naartoe kan. Daarbij wordt de koning dan weer niet uitgesloten. Wat voor signaal is het nou als de koning in Qatar, een land waar over de arbeidsomstandigheden nogal discussie is, daar wel op 18 december is en de dag erna de koning niet betrokken is bij dit verhaal over het slavernijverleden? Wat voor signaal is dat? Kijk, ik snap die vraag en het blijft altijd een ingewikkelde afweging. We hebben een staatshoofd in een constitutionele monarchie die boven de partijen staat. En wat je probeert te doen natuurlijk samen, ook koning en kabinet samen. De koning heeft daar natuurlijk ook zijn opvattingen over. En wat die zijn blijft dan geheim, maar natuurlijk is er altijd een gesprek over. Probeer met elkaar ervoor te zorgen dat ook de eenheid van de kroon en ook het symbool van de eenheid van ons land, dat zo goed mogelijk kan functioneren. En dat is 24 uur per dag en 7 dagen in de week, zolang de koning koning is. En dat zijn altijd afwegingen. Dat zijn altijd afwegingen. Ja, dat begrijp ik, dat altijd afwegingen. En ik kan niet hier schetsen welke checklist je er dan gebruikt wordt. Nee, precies. Maar u begrijpt dat het best een vreemd figuur zou zijn als de koning de ene dag wel een WK-finale bijwoont en de dag erna bewust buiten dit verhaal rondom het slavernijverleden. Wat ik u kan zeggen is, wij gaan die finale halen, dat is besluit. Maar ja, we gaan hem ook winnen. Maar wie er dan bij is, daar moet nog over worden besloten. Voordat we bij de laatste vraag van nu zullen komen, hebben we een piepklein vraagje bij je buurman. Ja, even iets procedureels. Ik hoorde u aan het begin van de persconferentie volgens mij zeggen dat er bijna iets harder, dat er alleen maar in de ministerraad was gesproken over Oekraïne. Hoorde ik dat goed? Nee, in de Nationale Veiligheidsraad. Ah, de Nationale Veiligheidsraad. Ja. Oké, okay, ja, helder. Tot slot, Nieuwsuur. Meneer Rutte, ik wil u even vragen over het NLA-programma, het onderzoek wat daarnaar is gedaan. Vandaag kwamen de conclusies. Wat vindt u van dat onderzoek? Ja, daar heeft Wopke Hoekstra vanmorgen op gereageerd en die heeft denk ik terecht gezegd, als zo'n onderzoek 's morgens om 9 uur uitkomt, dan is het ook logisch, en het is een gedegen rapport, een uitgebreid rapport, dat we dat echt even zorgvuldig bestuderen. Dus ik ga daar nu nog geen commentaar op geven. Ja, maar u heeft de hoofdconclusies meegekregen? Ik ga er geen commentaar op geven. We willen echt even het hele rapport goed bestuderen. We komen dan met een gedragen reactie. Ja, u wilde dit onderzoek niet? Nogmaals, ik ga nu niet de hele geschiedenis opraken. Het onderzoek is er. Het is volgens mij een gedegen rapport. Maar bent u uiteindelijk wel blij dat u dat dit onderzoek er nu is? We komen met een complete reactie. Ik zeg er even helemaal niks over. Maar ja, ik waardeer zeer dat het wat de onderzoekers gedaan hebben. En die hebben volgens mij een goed stuk werk afgeleverd. Ja, en ze concluderen ook dat er te veel risico is genomen met het NLA-programma. Nogmaals, we komen met een reactie. Maar ja, maar goed, ik toch heel even, want ik neem toch wel aan dat u de grote conclusies wel heeft meegekregen. Zeker, maar wij gaan het hele rapport goed reageren. Dat vind ik het ook terecht. Er is veel werk ingestoken door de commissie Kammaert. Ik waardeer dat zeer. En ik vind het ook netjes om dan op dat rapport in zijn geheel te reageren en niet nu op onderdelen. Ja, maar heeft u iets gehoord wat nieuw voor u is? Want dat was een van de redenen waarom u het onderzoek niet wilde. Nogmaals, we reageren op het hele rapport als we met reactie komen. Goed, dit lijkt me een slot. En een goed weekend jullie allemaal. Hey, veel dank en goed weekend. En vanavond om 8 uur.